Vandaag is het een vredige ochtend in Contentveen. De burgemeester is gevlucht uit de stad. Boer Martin is aan het genieten van de nieuwe boerderij. En ridder Fred bewaakt het kasteel. Maar ondanks deze rust heeft koning Walnoot nog heel veel te doen. De muren moeten nog afgebouwd worden. De straten in het oude gebied moeten nog worden aangekleed. Een van de kamers in zijn kasteel is nog leeg. Het tweede kasteel moet nog worden afgebouwd. En Alfred heeft nog steeds zijn vermiste museumstukken niet teruggevonden. Alleen kan koning Walnoot dit niet alleen. Jullie moeten hem helpen door nu te abonneren op dit kanaal. Als jullie dit niet doen, zal koning Walnoot nooit de stad op tijd afkrijgen. En hij mag nog maar 3 video's maken. Voordat seizoen 2 voor altijd zal stoppen. We staan hier in de prachtige troonzaal natuurlijk op de troon, jongens. En ik heb vandaag een belangrijke planning. Jullie hebben de intro gezien. Ik heb nog een hele waslijst met taken die ik uit moet voeren. Het is echt niet te geloven. Maar laten we een van de belangrijkste taken uitvoeren, jongens. En dat is even namelijk naar Alfred gaan. Ik heb al een boekje bij me. En even met hem bespreken wat we gaan doen met de vermiste museumstukken. Het is inmiddels natuurlijk al een tijd geleden dat Alfred zijn museum overvallen is en dat al zijn goud, al zijn botten, weet ik wat hij allemaal op het museum heeft staan. Het is natuurlijk allemaal gestolen, hartstikke verdrietig. Hier even een flashback nadat ik de dief op heterdaad had betrapt. De dief is er, jongens. Oh my days. Gewoon op heterdaad betrapt. Dus ja, en dat is eigenlijk alweer 20 tot 30 afleveringen geleden. Maar, zoals jullie weten, mag ik nog maar 3 video's opnemen in Contentveen, in deze prachtige stad. En dan is het ten einde. Dan is het klaar. Dan moeten we stoppen. En natuurlijk met een seizoen 3 starten, hè. Maar dan is seizoen 2 ten einde. Dus ik dacht, dit moeten we even oplossen. We moeten het afsluiten. Al vinden we niet zijn spullen terug. Geven we een vergoeding voor zijn spullen. Betere beveiliging verzin het. Ik wil even met Alfred praten. En ik wil toch weten wat er in de kluis zit achter zijn museum. Hij heeft daar een kluis waar ik nog nooit in ben geweest, mag ik nooit heen. Mag het niet aankomen, mag het niet ruiken, weet ik voor wat. Ik wil gewoon weten wat er zit. En we weten natuurlijk het enige bewijs dat we hebben van de overvaller van het museum, is dat hij olievlekken achterlaat. En Fred is nog steeds de enige die ik daarin verdenk. Want wie zou er nog meer olie achter zich laten, weet je? Wat is dit? Wat gebeurt hier? Wat is dit? Hallo. Hallo Alfred, goedemorgen. Ik kom even op bezoek bij je. Wat heb je voor upgrade hier bij de deur? Ja, dit is mijn nieuwe detectiepoortje. Oh, beveiliging. Want je wil natuurlijk niet dat er nog meer wordt gestolen. Ja. Ah. Jij hebt het goed. Hé, kunnen we even met elkaar... mag ik even door het museum lopen? Even praten, dit, dat. Ik wil even met je een paar dingen bespreken. Ja, dat kan wel. Dat kan wel? Denk ik. Oké, wacht. Als jij hem even opent, dan... want ik moet even een paar dingen met je bespreken over je gestolen stukken. Oh. Heb je ze gevonden? Nou, ik heb ze niet gevonden. Dat is het ding. Ik heb helemaal nog niks gevonden. Waar ben je? Alfred? Oh, daar ben je. Hallo. Ik heb helemaal nog niks gevonden. Alleen, ik wil wel met je hebben over hoe we dit gaan oplossen. Want wat was er ook weer... Ik heb een boekje bij me en ik wil even opschrijven wat er is gestolen. Ja. Dan beginnen we hier bij koraal. Ja. Ja. Koraal. Is het ook nog bijzonder koraal? Nou weet je, ik schrijf wel gewoon koraal op. Ja, dan en dan dit... Dan gaan we naar het onafgemaakte werk van Picasso. Oké, wat? Picasso? Ik weet niet of je Picasso... Hoe schrijf je Picasso? Hoe jij het wilt. Ja, zo dan, oké. We hebben hier, heb je kauwgom, dus dum-dum. Dan hebben we hier 2 schilderijen. Dan was hier heel goud. Veel... Ja, Egyptisch goud of gewoon goud? Gewoon goud. Goud, ja. Goud, ja. Nee, gewoon goud. Oké, prima. Is dat en alles? En het middelste bot van de Trex. Die stond die er net nog niet? Nee. Oké, je bedoelt het linkerbeen? Links... Even... Linkerbeen van de T-Rex. Omdraaien is het link... Ja, links. Dat is het linkerbeen. Linkerbeen van de Trex, de T-Rex. Er zit mijn duim aan de rechterkant. Ja, dat linkerbeen. Dat is toch duidelijk? En als ik mijn hand omdraai aan de linker... Ja, links. Ja, links inderdaad. Ja, linkerbeen. Dat is alles. Meer is er niet gestolen. Ook niet hier. Ja, volgens mij was hier trouwens ook dingen gestolen, of niet? Nee, hier is alles nog. Nee. Oké. Dat is alles. Nou, kunnen we dan even naar je kantoor gaan? Waarom? Daar kunnen we het even bespreken. Oké, Alfred, ik heb alles opgeschreven. Ik vind het nog steeds zo raar dat jij de kleinzoon bent van Frederik. Dat is... Hoezo? Ja, weet je... Ja, Frederik... Ja, ik kan... Ik durf nooit te zeggen dat Frederik een slecht man was, jongens, tegen Alfred. Maar Frederik is natuurlijk de persoon die heel de stad wilde vernielen. Tegen wie praat je? Nee, sorry. Ik weet het niet. Maar maakt niet uit. Je camera's waren ook nog steeds stuk, hè? Ja. Ja. Ik wilde even kijken. Ik heb nu een lijstje gemaakt met de vermiste stukken. Het koraal, onafgemaakt Picasso, goud en het linkerbeen van de T-Rex, oftewel de Trex. Inderdaad. Heb jij zelf al meer informatie? Want we hadden een detective opgezocht, het hele verhaal is fout gegaan, is niet gelukt. En nu? Ja, heb jij in de tussentijd al zelf iets kunnen regelen? Nee. Je hebt nog niks kunnen regelen. Ik ben veel te druk geweest met nieuwe schatten opzoeken, nieuwe dingen opzoeken. Ja, je hebt natuurlijk lopen graven. Regelen.
Ja. Ja, je hebt natuurlijk overal lopen graven en zo weer. Ja. Ja, dan moeten we even kijken hoe we dit op gaan lossen, want ik heb nu het lijstje. Heb je een idee, want ik wil ze wel echt terug. Ja, dat snap ik. Misschien kan ik even gaan... Oh. Wat is dat? Oh, wacht even. Is dat ook de klok? Wat is dat? Klanten. Hallo, goedemiddag. Kan ik u helpen? Er is een klant. Hallo, ik wil graag naar binnen. Oh, Fred is natuurlijk de klant. Oh, wacht. Ja, wacht. Ik wil het duurste pakket zijn, en ik betaal niet. Is er niet ergens hier... Hij betaalt niet, dat is echt typisch Fred. Jongens, nu Alfred toch weg is... Nee! Oké, laten we even kijken, jongens. Misschien nu Alfred toch weg is. Misschien kan ik even wat dingen in zijn kantoor vinden. Wat Alfred... Want ik wil die kluis eigenlijk wel hebben. Is er niet ergens... Hier bewaart hij vast wel de kluissleutel. Hier achter het schilderij misschien. Wat is dit? Hier. Oh, dit is oprecht de kluissleutel. Oh my days. Oké, wacht, die slaan we hier op. Oh my days, jongens. Afred, jongen. Oké, wacht. Ik heb de sleutel. We moeten nu even doen alsof we niks aan doen. Even, we genieten van het vuur of zo. Was Fred op bezoek, of... Ja. Oh. Hey, ja. Ik heb denk ik alles wat ik nodig heb. Ik heb de informatie. Ik ga zelf even kijken hoe en wat en of ik het op kan lossen. Kom anders morgen maar naar mijn kasteel toe. Dan zal ik om 12 uur of zo in de troonzaal wachten op jou. En dan heb ik een oplossing, oké? Okay? Dan beloof ik het. Al kan ik jouw spulletjes niet vinden, krijg jij een vergoeding van mij. Wat is dat een deal? Krijg je geld, dan krijg je misschien... Dan koop ik nieuwe spullen voor je. Of dan koop ik een budget voor je, waardoor je nieuwe spullen kan halen. Dan regelen we iets, oké? Is dat goed? Is dat een deal? Dat is maar goed. Ik ga mijn uiterste best doen om te proberen jouw spulletjes terug te vinden. Ik ga met mijn mensen werken. Komt goed, oké? Zou heel fijn zijn. Nou, nou moet ik dus snel verder, want... Ik hoorde dat Fred, die is lekker... die is zeker al het museum ingelopen. Nee, hij ging nog even... een snoepzakje halen. Oh, nou prima. Ik ga er in ieder geval vandoor, oké? Ik ook. Ja, dan spreken we elkaar morgen om 12 uur in mijn troonzaal. Ja, dat is goed. Ja, waar mag het volg je me? Nee, ik moet hier ook gewoon naartoe. Oh, jij moet ook toevallig deze kant op. Oké, prima. Oké, jongens, laten we even naar een hele geheime plek... Oh, nee, de poort is nog steeds dicht. Dat is zo irritant. We moeten even namelijk naar een hele geheime plek. Weet je, ik ga ook gewoon niet in mijn kasteel. Ik ga het hotel in en dan kies ik gewoon een hotelkamer. Ga ik daar gewoon eventjes in chillen. Ga ik daar heel even rustig in kijken. En dan gaan we een plannetje bedenken. Het is ook bijna nacht aan het worden, want ik wil nu... Ja, ik heb een idee, jongens. Wacht. Laten we even een hotelkamer kiezen. Kamer 4. Laten we daar maar naar binnen gaan. Dan claimen we dit heel even als mijn kamer. Voor nu hebben we hier ook een beetje een mooi... Ja, het uitzicht valt ook wel mee. Oké, jongens. We hebben de kluissleutel gevonden. Wat ik echt wel heel veel geluk dat Fred er ineens was. Want daardoor konden we zelf even rondneuzen wat we konden vinden. En volgens mij is dit het enige wat er te vinden was. We hebben een kluissleutel. Dus voor die lijpe kluis die achter in zijn museum zit. Daar wil ik vanavond ingaan. Het is nu nacht. Dus als we heel even nog wachten, is het museum afgesloten. Weet ik voor wat allemaal. Dan gaan we er stiekem inbreken. En dan gaan we daar gewoon eventjes die kluis in. Dan de boek en kwil. Koraal, onafgemaakt kasso. Die gaan we dan morgen regelen wel hoe we dit gaan vinden en zo. Maar ik wil gewoon zo graag weten, wat zit er in de geheime kluis van Alfred? Ik wil het gewoon echt graag weten. Dus laten we heel even hier in de kamer wachten en dan gaan we over een uurtje ongeveer naar het museum. Oké, jongens, ik heb het laatste voorbereidende werk gedaan en dat is gewoon echt letterlijk even een uurtje wachten. Het is eigenlijk helemaal niks gedaan. Laten wij nu naar het museum gaan, nu het nog nacht is, en inbreken in Alfred zijn geheime kluis achter in het museum. Oké, dan gaan we het hotel weer uit, hoppakee, en dan moeten we wel weer dat stuk lopen, maar ik wilde zo ver mogelijk wel gaan om Alfred niet... Ja, ik wil natuurlijk inbreken, maar hij mag het echt niet weten. Oké, jongens, we zijn aangekomen bij het museum. Maar net dat ik 's middags dat ik het museum bezocht had, Alfred... Oh mijn god, Martin, ik schrik me helemaal kapot. Goedenavond, waar kom je vandaan, Martin? Bieten? Oh nee. Nee, ik hoef niet nog een gesprek met je te starten. Het is goed. Het zit goed. Zo, hallo daar. Ik heb je even klaar gemaakt voor het werk hebben die weekend. Want ik moet natuurlijk weer hier in de resthuis in. Maar ja. Ik denk, dat maak ik een... Dag, Martin. Oké, jongens. Ik ben helemaal even domboer, Martin, van me apropos. Alfred heeft het natuurlijk gehad over nieuwe beveiliging. Dus ik ben bang dat we... dit is dus wat ik bedoel. En dan zou je zeggen, Max, je hebt een pickaxe bij je, weet je. Sloop gewoon, verdomme, die muur en je kan er doorheen. Maar het ding is, hij heeft beveiliging erop gezet. Als ik dat nu doe, gaat er een alarm af en dan ben ik betrapt. En dan heb ik ingebroken in Alfred zijn museum. Dus aan mijn pickaxe en zo ga ik allemaal niks hebben. En aan de andere spulletjes... Wat is dit? Wat hoor ik ineens? Hallo. Wat hoor ik? Fred, hallo! Zet die muziek eens uit! Hallo! Hallo, is er iemand? Is er iemand? In de lucht. Fred! Oh mijn god. Fred, waar ben je? Oh!
Fred, wat heb je aan? Hallo? Wat ben je dit doen? Wat heb je aan? Wat kom je doen? Oh, ben jij de pizza-bezorger? Nee, ik ben wij niet de pizza... Wij hebben pizza besteld, want Fred, wij hebben een feestje. Wie is wij? Fred, hallo, wat zijn we aan het doen? Pyjama-feest. Pyjama-feest. Met wie ben je hierboven? Wacht, met wie ben je hierboven? Dat kan ik jou niet zeggen. Nee. Sorry. Ik moet alweer erbij blijven lopen. Hé, trouwens. Kan jij me helpen met iets, nu ik je toch zie? Heb zie ik hem pizza's? Toch goed uit. Na afloop krijg je pizza. Met even olijven. Overleggen. Groene olijven. Hij gaat overleggen met... Oh. Gadver. Oké, nou, ik ga wel hier op je bank zitten in de tussentijd. Ik kom eigenlijk nooit in Fred's huis, jongens. Hij heeft een pyjama party. Hij heeft ook echt een groene pyjama aan. Maar ik dacht, misschien kunnen we Fred vragen om die deur open te hacken. Het komt zeer zo goed uit dat die muziek... Dat Fred in één keer hoorde met zijn pyjama party. Want die deur moet natuurlijk opengemaakt worden zonder dat het alarm afgaat. En misschien dat Fred mij daar maar bij kan helpen. Oh... Fred! Ja! Je had afgesproken. Ik kom naar boven. Fred! Fred! Wat is... Ik help jou! Wat is... Ik snap al steeds niet wat hier gaande is. Waarmee moet je helpen? Fred, kom... kan je je omkleed even, je ridder outfit aantrekken of... Zeker niet, dit zit lekker. Oké, dat snap ik. Kijk, ik wil graag voor onderzoek even naar binnen in Alfred zijn museum. Alleen, het alarm staat erop en ik kan de deuren niet zomaar weghalen. Heb jij een manier om dit systeem te hacken, omdat je robot bent natuurlijk, en dat we het museum in kunnen gaan even... Dat ik het museum in kan gaan, dat jij dan de wacht houdt hier? Dat zou ik kunnen proberen. Ja, ga je gang. Je krijgt na afloop pizza van me. Spannend. Nou, hoe ga je dat doen? Moment. Neem vooral je tijd. Hallo. Wat heb je? Wat is dit? Wat ben je aan het doen? Oh, je bent hem echt aan het hacken. Wat is... Is dat je... Is, ik snap er geen reet van, jongens. Die Freddy heeft allemaal manieren, maar ik hoop dat hij daadwerkelijk kan hacken. Oh mijn god, lukt het? Oh! Foute code! Volgende! Oh. Ik ga dan niet gewoon elke code proberen, neem ik aan, hè? Zeker wel! Fred! Je hacken niet... Oh. Gelukt! Oh mijn god, het is je echt gelukt. Huh? Oh mijn god. Kan jij de wacht houden voor me? Zorg dat niemand hier binnenkomt, oké? Niemand mag naar binnen. Niemand mag naar binnen, top. Oké, dan ga ik nu naar binnen om te kijken of ik... Oké, Fred, goed zo, dankjewel. Oké, jongens, deze deur kan ik zelf open doen. Ik weet dat het hier zit. Oh, hij heeft de deuren weer dicht gedaan. Oh mijn god, ik zit nu opgesloten in het museum. Maar dat maakt niet uit. Laat ik eerst even kijken of we hier nog wat kunnen vinden in het kamertje. Want ik heb natuurlijk hier die sleutel gevonden. Maar ik heb... Ja, zit er niet iets achter de dingen, schilderij waar ik in kan of zo? Nee, zit hier iets achter. Maar voor de rest is er niet echt iets wat ik hier kan doen. Dus laten we maar gewoon naar die kluis gaan, jongens. Want die zit natuurlijk heel... Oh. Lukt het, Fred? Ja? Oké, top. Oké, jongens, het is nu het moment dat we echt in gaan breken. Ik heb de kluissleutel bij me. Het alarm is gelukkig niet afgegaan, dus Fred zijn hacksysteem heeft echt geholpen. Maar dit is de geheime kluis. Dan stoppen we hier de kluissleutel. Het is zover. Ik ben zo benieuwd wat hierachter zit. Het heeft zo lang geduurd voordat ik een keertje kon kijken wat hierachter zit. En het is... Wat is dit? Oh, mijn god. Dit is het virus. Jongens, dit is het virus. Dit is letterlijk Frederikse virus. Er leeft nog een gedeelte. Nee, dit mag niet. Alfred, jongen. Weet je hoe ik met mijn hart en ziel heb lopen strijden om dit virus ten einde te brengen? Ik heb zo mijn best gedaan om dit virus van Frederik te stoppen, echt. Als je het niet kent, jongens, dat is een paar afleveringen geleden. Er was zo'n oorlog gaande om dit virus te stoppen. En Alfred heeft gewoon nog een wat is het? Ja, een restje over. En Traptors... Oh mijn god, er is meer. Er is meer. Maar dit kan niet. Ik doe de deur even achter me dicht. Dit kan niet. Echt niet. Dat hier gewoon het virus nog steeds leeft. Maar wel, ja, hij heeft het wel afgesloten. Oh mijn god. Ik wist dat er wel iets niet klopte. Die Alfred is natuurlijk de kleinzoon van Frederik. Dus er moest wel iets... Ik ga beneden kijken. Er moest wel iets mis zijn. Maar dit kan echt niet, jongens. Wat is hier beneden dan? Wat is hier beneden verstopt? Oh mijn god. Dit meen je. Nee. Het goud... Het koraal. Picasso's onafgemaakte werk. Oh, olie. Er ligt overal olie. Nee. Alfred, jongens. Alfred is dus gewoon de dief van zijn eigen museum. Dat meen je. Hij heeft olie hier om Fred waarschijnlijk Fred verdacht te maken. Laat hij overal olie achter. Er ligt hier het vermiste koraal wat gestolen is.
De vermiste goudstukken liggen hier. En de kunst... Wat is dit dan? Dit ken ik alleen niet. Er zit een knop op. Dan gaan we zo klikken. Maar wat is dit? Dit is gewoon het... Dit verklaart zoveel. Hij is echt de kleinzoon van Frederik, jongens. Je ziet het aan alles. Hij is de kleinzoon. En bewijs maar weer. Hij heeft zijn eigen dingen zo. Waarom? Waarschijnlijk omdat hij die vergoeding of zo... Hij wil gewoon geld. Die Alfred, jongen. Hij is de dief. Hij is al die tijd al de dief geweest. Wauw. Dit is echt even mindblowing. Maar wat is dit dan? Ik weet niet wat dit is, maar ik wil er heel graag op klikken. Oké, jongens. 3, 2, 1. Oeh, er gaat iets af. Ik weet niet, ik hoop niet dat ik een alarm geactiveerd heb. Wat is dit? Wat is dit? Het is een soort zender, lijkt wel. Het is een noodblok, dus... Wat is dit? Er gaat een bel of zo? Ja, ik kan hem nergens opnemen, maar... Oh. Dus... Ah. Als jij dit bericht hoort... Dit is Frederik. Dan weet jij dat ik er helaas niet meer ben. Oh, maar dat betekent niet dat jij... Wie dit dan ook luistert, mijn werk niet kan voortzetten. Dit meen je? Dit is Frederik, jongens. Het plan wat ik heb geschreven was fantastisch. En is nog steeds fantastisch. En ik ga het morgen uitvoeren. Mocht het niet werken, dan wil ik dat jij, degene die dit luistert, nogmaals, mijn werk overneemt. En ik zal je uitleggen hoe je dat moet doen. Stap 1. Zorg voor verwarring. Wat is dit allemaal? Stap 2. Gebruik mijn middelen. Het virus. Stap 3. Verover de wereld. En zorg dat je aan de macht komt. Maar vooral stap 1 is belangrijk. Zorg voor verwarring. Verwarring, dat is dus al die museumstukken hier. En is dit ineens? Dan het belangrijkste. Dat zal ik jou nu gaan vertellen. Dat is namelijk het... Zorgen voor. Het zorgen voor wat? Nee, dat meen je. Het zorgen voor wat? Oh my days, jongens. Frederik, ondanks dat je al inmiddels een maand of twee overleden bent, dat je dood bent, dat ik je verslagen heb, dat ik het virus ten einde heb gebracht, heb je nog steeds dit kunnen doen. Hij zegt het, hij zei, ik ga morgen mijn plan uitvoeren. Dat is dus een dag voordat het virus daadwerkelijk de hele stad had overgenomen. Wat inmiddels ook al heel lang geleden is. Oh nee, wat is dit? Oh, wat hoorde ik? Oh, wat is er gebeurd boven? Oh mijn god, jongens, wat hoorde ik? Nee! Er gaat een alarm af! Ik moet weg! Ik moet weg! Ik vind het spannend! Oh mijn god, weg hier, jongens! Weg hier! Fred, open de deur! Fred, open de deur! Fred, waar ben je? Oh... Nee. Oh, Fred, wat is er gebeurd? Sluit de deur. Hallo, wat is er aan de hand? Sluit de deur, weg hier. Fred, neem je ding mee. Weg hier. Oh mijn god. Fred, ik spreek je morgen. Ga je huis erin. Dit is niet gebeurd, oké? Dit is niet gebeurd. Pizza's. Ja, die krijg je morgen. Ik beloof het. Oh mijn god, jongens. Wat erg. Dit. Oh, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Laten we snel naar mijn kasteel gaan. Ik moet weg hier. Elytra, we vliegen die kant op. We moeten echt veel sneller dan dit zijn. Wat brak er? Ik hoorde wat breken en het alarm ging ineens af. Er is ergens iets gebeurd. Maar waar? Oh mijn god. Oh, jemig. Mijn voice crackt er helemaal van. Jemig. Wat een spanning. Wat een spanning ineens. Oh mijn deze. Dus het komt erop neer. Frederik, kleinzoon, of opa van Alfred, die heeft Alfred dus gestuurd om voor verwarring te zorgen. Dat heeft hij gedaan dus met het museum. En hij heeft nog een stukje van het virus, dus dat moeten we nog op gaan lossen, jongens. En ik heb nog maar 3 afleveringen, dit is de 3, dus na deze heb ik nog maar 2. Waar slaat het op? Oh mijn god. Ik weet niet wat ik moet doen. Laten we even gaan slapen. Morgen komt Alfred deze kant op. En dan bespreken we gewoon maar met hem. Dan ga ik hem gewoon heet en daad betrappen. Hoe en wat. Dit kan echt niet meer. Laten we slapen. En dan kijken we morgen wel weer even. Mijn creatie, mijn einddoel, mijn alles. Hierdoor zal alles van mij worden. Je gaat zometeen geofferd worden. Maar dan zal het virus je accepteren. En zal het virus zich verspreiden op een manier... dat niks meer in de weg zal zitten.
niks kan mij nog stoppen. Alles wordt van mij. Oh mijn god, het was maar een nachtmerrie. Oh mijn god, jongens, het was maar een nachtmerrie. Ik heb gedroomd over Frederik, die de stad weer overnam en zo. En het virus weer hier en daar. En het was allemaal chaos en onzin. Maar gelukkig... Oh, dat is verleden tijd, jongens. Dat is al 50 afleveringen geleden. Maar die Alfred, door het hele verhaal van het inbreken van gisteren met Alfred... heb ik gewoon... nachtmerries gehad over Frederik weer. Terwijl hij is al lang dood natuurlijk. Hij is al lang verslagen. Ik heb hem toen in de lava gegooid of in zijn eigen virus heb ik hem gegooid en daar is hij toen. Dat is klaar. Frederik is er niet meer. Het is klaar. Ik moet dat gewoon... Frederik is weg. Oh mijn god. Ik heb vandaag met Alfred afgesproken en dan gaan we het over dat virus hebben en ik ga hem betrappen en dan gaat zijn cel in voor de rest van zijn leven. Die Alfred, jongen, hij luistert gewoon naar Frederik. Dat kan helemaal niet. Laten we hier maar in de troonzaal zitten. Zo... Hoppakee, en dan gaan we maar even wachten tot die Alfred hier binnen is. En dan gaan we hem even... Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Oh, ja, daar is hij. Alfred, kom eens hier. Ja, je bent binnen, welkom. Kom eens hier. Ja. Goedemiddag, hello. Alfred. Hallo. Rustig gaan. Je moet wel even iets verder. Je kan niet zomaar de trappen omhoog lopen. Dat werkt niet zo in het koning. Dat werkt niet zo in het kasteel. Oh. Hey, als je even plaats kan nemen daar, op die locatie... Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Doe je bril alsjeblieft weer op. Echt waar. Alfred. Nee, het is hier binnen donker. Ja, het is iets donker. Oké, prima. Ga op de plek daar staan. Nou, waarom? Ja, dat is gewoon koninklijk. Alfred, wat is je volledige naam? Weet ik niet. Alfred de archeoloog. Archeoloog Alfred. Ik heb jou op hetendaad betrapt. Ik heb gezocht... en gesnift en gespit en andere woorden hoe je dingen rondgeneust. En ik ben erachter gekomen dat jij helemaal niet zo'n goed persoon bent, Alfred. Hoezo niet? Ik ben erachter gekomen dat jij natuurlijk de kleinste bent van Frederik. Dat weten we inmiddels al een tijdje. Maar dat jij je eigen museumstukken hebt gestolen. Dat jij een stukje van het virus achterhoudt in jouw kluis. En dat jij een opname, audiofragment hebt van Frederik die je vertelt wat je moet doen. Chaos zaaien, de stad overnemen, weet ik voor wat. Oh, je knikt ook, je biecht op? Ik heb gewoon dat bericht gevolgd. Je weet wie Frederik is, toch? Ja, ik heb die... Ja. Die recording heb ik gevonden in het schuurtje van mijn opa. Ja, maar je weet wat, Frederik, dat het de slechtste man is die ooit geleefd heeft. Die heeft iedereen proberen te vermoorden in de stad, virussen gebracht. Iedereen werd ziek, iedereen ging dood. Weet ik wat allemaal. En jij volgt zomaar zijn ding op. Jij kijkt te veel films. Ik, nee. Alfred, waarom heb je eigen museumstukken gestolen? Gaat het om het geld voor je vergoeding? Wil je geld ervoor? Wat wilde je? Verwarring. Waarom? Nou... Dat zei mijn opa. Ja, maar dat is toch niet goed? Ja, maar dan kon ik misschien mijn opa terugvinden. Want hij zegt wel, voor degene die dit gevonden heeft, bla 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 bla. Maar ik weet nog steeds niet waar die is. Ik ben hem nog steeds aan het zoeken. Oh. Alfred? Ja? Ga anders maar even zitten, daar. Neem even plaats hier op het tapijt. Ik moet je even wat zeggen. Jouw opa Frederik is inmiddels 3-4 maanden geleden overleden. Nee. Nee. Jawel, Alfred, ik heb hem zelfs vermoord. Dat is ook deel van de verwarring. Nee. Jij kijkt echt te veel films. Alfred, ik heb jouw opa zijn leven beroofd. Klinkt heel gemeen, maar hij was een hele slechte man. Niet waar. Alfred? Ja? Zie jij de ernst in van de zaak, of... Ernst? Ja? Wat is dat? Zie jij hoeveel kwaad dit kan doen? Dat virus... Oké, je eigen museumstuk. Oké, je ziet misschien het kwaad er niet van. En je hebt ook gewoon dat stomme audiofragment opgevolgd. Weet je wel wat je aan het doen bent allemaal? Of... Ja. Nou? Het audiofragment volgen om mijn opa terug te zoeken. Vind je? Ja. Als blijven we heel even zitten. Weet je, jongens, ik was heel boos op hem. Maar nu ik het zo hoor, ik denk dat Alfred gewoon niet snapt wat hij aan het doen is. Hij is gewoon heel simpel het fragment aan het opvolgen. Kijk hem nou zitten. Ik denk dat Alfred helemaal geen kwaad bedoelt aan de wereld, als ik het zo zie. Maar het kan natuurlijk nog steeds niet. Het kan natuurlijk nog steeds niet wat hier gebeurd is. Alfred, ik ben tot een... Je hebt je bril weer op. Ik ben tot een beslissing gekomen. Ja. Helaas moet ik je museum in beslag nemen. Alle spullen die er zijn gevonden zal ik in beslag nemen. En ik zal het museum herstellen naar de glorie die hij had. Dus de museumstukken op zijn plek zetten weer. Helaas mag je geen eigenaar meer zijn van het museum. Maar ik zal je niet opsluiten. Want wat je gedaan hebt is eigenlijk genoeg om je op te sluiten. Ik zal het virus... Nou, ik moet even gaan kijken hoe ik dat opgelost heb. Dr. Bob is natuurlijk inmiddels al ook een paar maanden geleden verdwenen. Nooit meer teruggezien. Wie weet kan ik nog iets daarmee regelen. Maar in ieder geval, ik ga het in beslag nemen. En jij krijgt levenslang een taakstraf na. Namelijk wonen en werken bij de boeren. Maar...
Alfred, ik weet het, maar dit is de beste. Ik kan tegen niemand anders veroorloven in de stad als ik jou hier vrij uitmeel. Gewoon geen straf geef. Dat kan ik niet maken. Ik als koning moet wel consequenties hangen aan de situaties. Maar... Ik weet het, Alfred. Ik weet het, maar... Het museum komt helemaal goed. En wie weet kom je in de toekomst, kom je er wel weer eens. Maar voor nu krijg jij gewoon straf en moet jij werken op het land bij de boeren. Oh. Dus lever je bril maar in. Ja. Lever je archeologenbril maar in. Top, dankjewel. Zo. Ik zal hem goed voor je bewaren. Hij gaat ook in het museum staan. Hij krijgt zijn eigen plekje in het museum, Alfreds bril. Dan bij deze ben je verbannen naar het boerengebied. En wil ik je eigenlijk niet meer terugzien in de stad. Het spijt me, Alfred, maar dit zijn de consequenties van de dingen die je hebt gedaan. Auw. Het spijt me echt, Alfred, maar dit is beter dan in de cel. Ik had je eigenlijk in de cel moeten stoppen, maar... Ja, dat is, Alfred, dan ga je naar boven in het kasteel. Dat is geen uitgang. Alfred... Ja. Weet je, het zal wel... Oh, daar gaat de goede kant op. Jongens, ik voel mezelf echt een slechterik nu. Nu ik dit zo heb gedaan, ik voel mezelf echt gewoon... Ik vind het gemeen wat ik heb gedaan, maar het moet. Kijk nou wat hij heeft gedaan. Al ziet hij misschien niet de ernst ervan in, toch moeten consequenties hangen eraan. Peter nou niet mee eens, laat het even weten in de reacties. Laat sowieso even in de reacties weten wat jullie ervan vinden, jongens, van de situatie op het moment. Ik denk dat dit de beste is hoe ik moet handelen. Hoe het met het virus zit, gaan we kijken. Museumstukken gaan we op hun plek zetten en zo. We kunnen in ieder geval iets doen waar ik al heel blij mee ben, jongens. Daar ben ik wel echt heel blij mee dat we dat kunnen gaan doen. Laten we even naar mijn takenmuur gaan. Om even de video namelijk netjes af te sluiten. We hebben een taak voltooid en dat is namelijk de vermiste museumstukken vinden. Die waren al de tijd gewoon in het museum in de kluis. Het slaat helemaal nergens op, maar ze zijn gevonden. Dan hebben we nog het platform boven de ijsfabriek. Dan hebben we andere taken die we nog uit moeten gaan voeren, maar dat komt volgende video allemaal. Voor nu gaan we deze video afsluiten, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was een erg spannende video. Veel gebeurd, maar het museumverhaal is nu een beetje afgesloten. Alfred is gestuurd naar het boerengebied. Is nu Martin en boer Jan zijn probleem. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren en reageer met wat je van deze video vond. En dan nu, hoepelala. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van 1-0. Heb je deze nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date. En dan nu spreek ik later glijs water. Tot de volgende keer.